De illegale grensoverschrijdende activiteiten die plaatsvonden op de baktruckroute in Nikeri behoren vanaf nu tot het verleden. Er zal nu sprake zijn van een ordelijk grensverkeer ten voordele van Suriname en Guyana. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi gisteren tijdens een bezoek aan het reisdistrict Nikeri. Het staatshoofd gaf aan dat de route die ons verbindt met Guyana vele voordelen zal hebben voor beide landen. Het directoraat Visserij van LVV telt landelijk meer dan 20 opnemers die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van gegevens op de aanmeerstijgers. Van 19 tot 21 oktober zijn alle opnemers samengebracht voor een driedaagse training. Ze werden getraind in het toepassen van een nieuwe steekproefmethode voor opname in de bevolkingsvisserij. Er is een nieuw opnameformulier geïntroduceerd, welke middels een online applicatie verstuurd kan worden naar het directoraat visserij, waar alle gegevens worden bewaard in een centrale database. Met de nieuwe methode wordt de komende weken proefgedraaid en zal deze vanaf 1 januari 2023 volledig in werking treden. Het project Opwekken Duurzame Energie ten behoeve van de rijstproductie is gisteren van start gegaan in Nikeri. Binnen dit project zal paddikaf als restmateriaal van de rijstproductie worden omgezet in energie. Het project is een initiatief van rijstproducent en pelmolenaar Bhagwat Prasad Ramadin. Speciaal hiervoor is de onderneming Suriname Investment Green Company NV opgezet. Het ligt in de bedoeling het project in februari 2023 officieel op te starten. De verwerking van paddikaf tot groene energie moet binnen 2 jaar op een verantwoorde wijze van elektriciteitsopwekking zijn.